Ja, dank u wel. Als ik de minister helemaal in het begin hoorde, kreeg ik een beetje het idee dat ze in het aanloop van het debat morgen met de woonminister Hugo de Jonge eigenlijk al minister van Wonen is geworden. Want ik hoor alleen maar over huizen, huizen bouwen. De minister die zegt, mijn vraag die komt eraan. De natuur die staat er slecht voor, dat weten we allemaal, zegt de minister. Maar kijk, de KDW's, de kritische depositiewaarde, en ik wijs nog maar weer eens op het rapport van het Planbureau van de Leefomgeving, dat het overschrijden van de kritische depositiewaarde niks zegt over de staat van de natuur. Dat alleen wordt gezegd door het PBL. Mevrouw van der dat Plas, er risico is. Uw vraag even. Ik leid mijn vraag in, want ja, die heeft hier mee te maken. Maar het is een interruptie, dus dan is een inleiding iets kort of eigenlijk niet bestaand. Als het zegt niks over de staat van de natuur. Het zegt alleen iets over het risico op schade in de natuur. Mijn vraag is concreet, waarom zijn natuurgegevens niet per gebied beschikbaar? Er zijn alleen landelijke trends. Terwijl het ergens anders dus wel beter kan gaan of slechter kan gaan. En daar heb ik ook al vaker over om gevraagd. En dat ga ik nu weer vragen. Ik wil zo graag die rapportages die TBO's hebben, de terreinbeherende organisaties zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, die rapportages over hoe de natuur beheerd wordt en hoe het precies in de natuur is en wat daaraan is gedaan door de TBO's, dat die gewoon openbaar worden gemaakt. Goed, dank u wel. Minister. Ja, voorzitter, ik zit hier oprecht antwoord te geven op vragen. Ik wil oprecht samen met de Kamer een groot probleem voor Nederland oplossen. Dan schets ik het speelveld. Het gaat hier over de agrarische sector. Maar het gaat ook over hoe krijgen we vergunningverlening los. Dan schets ik in alle oprechtheid dat beeld en dan krijg je het verwijt, u heeft het alleen maar over huizenbouw. Ik vind dat flauw. Dat wil ik echt gezegd hebben en onterecht. Ik kan twee dingen doen. Ik kan nu het blokje natuur naar voren halen, want alle vragen eigenlijk, of als het gaat om de KDW en de rapportages natuur en zo, komen terug in mijn blokje natuur. Dus dan kijk ik even naar u, voorzitter. Ik zou gewoon even de volgorde aanhouden die u in gedachten had. Dan kom ik daar zo op terug. Oké. Goed. Nou, volgens mij nog interruptie op dit blok dan, of niet? Ja, nog een interruptie op dit blok, want ik reageer, en ik mag het misschien ook als persoonlijk feit doen. Ik reageer wel even op de opmerking van de minister dat ze het flauw vindt wat ik zeg. Even voor de duidelijkheid, het is geen persoonlijk feit, mevrouw van der Plas. Maar het staat u vrij om een interruptie te gebruiken. Ja, kijk, dat kan de minister heel flauw vinden. Maar het is natuurlijk gewoon wel allang duidelijk dat het helemaal niet om die natuur gaat, maar dat het om de grond van de landbouw gaat. Er moet gewoon gebouwd worden. Maxime Verhagen heeft ooit eens een keer in het wilde weg geroepen, 1 miljoen woningen moeten er gebouwd worden. En ik wil daar gewoon, daar wil ik wel een punt van maken, want dat is gewoon zo. Er moet, die landbouwgrond die is gewoon nodig voor huizen. En dat natuur, dat is al lang naar de achtergrond. Dat is mijn visie daarop. En ik kan een bevestiging vragen aan de minister. Ze zal zeggen dat het waarschijnlijk niet zo is. Maar dat is gewoon wel wat er aan de hand is in Nederland. Dat heeft ze helder gemaakt. Minister. Voorzitter, daar is absoluut geen sprake van. Ik ben echt een beetje verbijsterd zelfs. De natuur staat echt onder druk. En al zou ik het niet vinden, al zou ik er niet van overtuigd zijn dat het onder druk staat, hebben we heel simpel ons te houden aan een uitspraak van de Raad van State die zegt, die staat van de natuur moet beter en bij alles wat je doet heb je aan te tonen wat de effecten zijn op die natuur, dat het niet verslechtert. Zo simpel is het. Dus die natuur staat wel degelijk centraal in mijn aanpak. De grondbank, als er al verkaveld wordt, dan gaat dat via een grondbank. En in de grondbank zit geen enkele motivator of invloed of wat dan ook die gericht is op woningbouw. Een tweede punt, wij gaan daar niet over. Grond- en bestemmingsplannen liggen bij de gemeente. En ik heb ook de gemeente geen opdracht gegeven om zich te richten op woningbouw. Dus het is gewoon ook echt niet waar. Dank u wel. Dat is de laatste interruptie dan. Ja, met het risico inderdaad. Dat moet dan maar. Wij hebben gewoon onszelf hele hoge KDW's opgelegd. En de Europese Commissie, voorzitter, heeft nooit gezegd dat wij via
stikstofreductie, die natuur moeten herstellen. Dat is een politieke keuze geweest. Wij kiezen daar politiek voor. Er zijn een heleboel andere manieren misschien om die natuur te herstellen. Want zeker, als die natuur hersteld moet worden, hou het goede. Ik zeg niet dat die natuur nog steeds verder moet verslechteren. Maar het is gewoon een politieke keuze om dat te doen. En dat die overschrijding is van die KWS, dat hebben we onszelf gewoon opgelegd. Komt u tot een vraag? En ja, dan kom ik tot een vraag. Want dan ga ik even over de brandnetel. En dan de verbrandnetelisering van Nederland is me al wel eens verweten. Weet de minister dan wel, ik zeg niet dat overal brandnetels moeten komen staan, maar dat wordt gezien als een soort van, oh, dat is echt hartstikke slecht. 400 insectensoorten, een heleboel vlinders, waar de minister ook zo van houdt, net als ik. Ja. Die zijn wel, nee, sorry, maar die zijn wel afhankelijk van de brandnetel. Goed. Dat is hun enige voedselbron. Okay. Dus ik wil ook graag dat we dus afstappen van dat brand. Nou ja, of de minister van daarvan heel goed op de hoogte Dank is. U wel. Minister. Goed, voorzitter. Ik wil best in mijn communicatie in de toekomst mij minder uitlaten over bramen en brandnetels. In de algemene zin praten over de effecten van stikstof. Ik wil daarnaast benadrukken, het is geen politieke keuze. We hebben te maken met een uitspraak op 29 mei 2019. Waarbij gezegd is, los het eerst op voordat je weer vergunningen gaat verlenen. Mevrouw dat de Plas, dat is inclusief stikstofreductie. Geen opmerkingen buiten de microfoon, alsjeblieft. Dat is gewoon niet te bedoelen.